Fico Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Community Craft hier op Fico Games. En Community Craft is deze keer weer in mijn uppie, aangezien er verder helemaal niemand is om mee op te nemen. Dus ik denk van ja, weet je, dan ga ik gewoon lekker met mezelf alweer aan de slag. Werkt ook altijd goed, kan ik best lekker doen waar ik zelf zin in heb. Zonder dat ik gedoe heb met andere mensen die andere plannen hebben. En voor het geval dat je jezelf misschien afvraagt, waar staat de Fico op dit moment? Wat is zijn huisje in één keer gekrompen? Nee, dit is niet mijn huisje, dit is het huisje van Revee. Aangezien ik daarvoor het laatst mee heb opgenomen voordat ik daar naar de E3 in Los Angeles ging. Dus ik stond er op hetzelfde plekje. En het komt eigenlijk wel goed uit, want het wordt buiten donker. Ik kan mooi eventjes in Revee de bed slapen. Even een paar scheten laten. Pff, heerlijk. Lekker. Dus dan kan ik zo meteen lekker mijn bedje weer uit. En kijk, hoppakee. Kijk, goed gedaan, Fico. Slim, hey. Hey, zombie. Sterf. Ga je nog wat los of niet? Oh, please. Mr. Zombie moet even was. Oh, hoi kipje. Hi. Heb je een eitje toevallig voor mij? Iets? Om te eten? Oh, koetje. Koetje boe. Sorry. Af en toe ontgaat het me even wat ik hier nou eigenlijk aan het doen ben. Ik loop met een digitaal zwaard achter een digitale koe aan. Had ik 15 jaar geleden ook niet kunnen dromen. Potverdorie zeg. Ik ben alleen eventjes verdwaald. Ik heb geen flauw idee waar ik heen moet. Ik weet namelijk niet meer waar mijn eigen huis staat. Mijn huis staat wel ergens op het eiland. Probleem is, ik... Oh. Hey, tunnel! Probleem is, ik weet alleen niet waar. Dus ik ga eventjes wat kool meenemen, dat ik hier toch ben. Dit is dan mooi eventjes voor de Fico, hartstikke idee. En dan gaan we zo meteen eens even kijken of we mijn huis kunnen terugvinden. Of dat we nog kunnen vinden waar ik überhaupt mee bezig was. Want dat weet ik zelf ook al niet meer. Dus dit is mijn deur. Hoppakee, zo. Hartstikke idee. En nu moet ik mijn huis terug zien te vinden. Dat wordt ook nog een hele klus. Laten we voor het gemak eens eventjes limonade drinken. In plaats van thee. Waterlimonade is echt... Ja, goed bezig Fico. Dat hadden we vroeger altijd op hockey. Dan moest je na een wedstrijd, kreeg je dan een glaasje limonade. En dat was gewoon echt niet te zuipen, omdat het gewoon echt... Ik weet niet wat het was, maar volgens mij was het een soort... Soort vruchtensap met een soort vruchtenwater erdoor. Het was echt niet te zuipen. En datzelfde idee heb ik nu een beetje. Gewoon slappe aanmaaklimonade. Huh. Als je dan toch aanmaaklimonade doet, zorg er dan in ieder geval voor dat er een lekker smaakje aan zit. Dat is ook wel belangrijk. Hey, koetje, sterf. You are gonna die, motherfucker. Told you. Told him he was gonna die, but he didn't believe me. Krijg ik het eten? Wat een cheapskate die koe. Ik denk, ik krijg geen eens wat eten van hem. Dat zou best wel vervelend zijn. Hier is een Duitse creepers aan de slag geweest. Juist. Volgens mij komen we dan weer in de richting van mijn huis. Alles als Duitse creepers zijn, dan heb ik mijn huis in zicht. Tenminste. Waar is mijn huis gebleven? Iemand heeft mijn huis gejat. Bel de politie. Nu. Please. Iemand. Iemand heeft mijn huis gejat en het hier gezegd. Dat is vervelend. Dan gaat het wel van boeren van slappe aanmaaklimonade. Misschien moet ik nog meer slappe aanmaaklimonade drinken. Misschien dat helpt. Helpt dat? Nee. Dat helpt zelfs absoluut niet. Sorry. Voortaan geen slappe aanmaaklimonade meer drinken, Fico. Dat is les nummer 1. Oeh, laten we trouwens wel eventjes eten. Want het is nog steeds hard. Hè? Dus als we doodgaan, dan zijn we ook echt dood. En dat wil ik niet. Het is op zich niet zo'n hele grote ramp, aangezien ik toch bovenop mijn eigen eiland sta. Maar ik heb level 21 en dat wil ik eigenlijk wel behouden. Dat zou zonde zijn als dat werkt. Waar is mijn mother effing huis? Ik ben gewoon verdwaald op mijn eigen eiland. Dat kan toch gewoon niet? Dit eiland is groot, maar het is ook weer niet zo groot dat ik zou moeten verdwalen. Dus come on, Fico, waar is je shizzle? Waar is mijn shizzle? En waar is mijn wezel? Waar is toch mijn huis? Doedoedoe. Waar is mijn huisje toe? Huisje toe, daar staan bomen. En volgens mij woonde ik in de buurt. Bij die ene mooie, hele mooie boom. Ja, daar moet het zijn, jongens. Als daar niet is, dan eet ik mijn sok op. En dat kan ik veilig zeggen, want ik heb geen sok aan. Ik heb die blote voetjes vandaag. Kijk, dit is mijn huis. Dat moet gewoon niet anders. Hier moet het zijn. Nou, huis. Ja, daar. Heel goed. Got it. Hoe gaat het trouwens met de farm? Dat is ook wel interessant om even te weten.
Want ik heb wel eten nodig natuurlijk. Met de Hutspot Farm. Hoe gaat het met de Hutspot Farm? Hutspot Farm. Hier is de Hutspot Farm. Heb ik nog ergens mijn... Nope. Het is allemaal gewoon zo. Hoppakee. Wortels. Ja. Raus op die Hutspot Farm. Zo, terugplanten. Hoppakee. Kijk eens eventjes. Is dat een mooie Hutspot Farm of is dat een mooie Hutspot Farm? Ik zou zeggen, als ik hier een review over moest doen, dat het de mooiste Hutspot Farm ever is. Echt waar. Ik denk ook dat het de enige Hutspot Farm ever is. Komt u maar, aardappeltjes. Aardappeltjes in de grond. En aardappeltjes in mijn mond. Hoppakee. Daar, please. Daar. Zo. Oké, got it. Nou, dan kunnen die even groeien. En dan ga ik hier ook nog eventjes wortels neerzetten. Want dat is toch een Hutspot Farm. Weet je, dat mag allemaal best door elkaar. Helemaal geen probleem. No props. 1, 2, 3. Hoe wild kijk dat ik niet alles erin gooi. Ik hou ook nog wel een beetje wortels over. Want voordat je het weet, heb ik mezelf weer helemaal te gronde geplant. En zit al mijn eten in de grond en niet in mijn mond. En dat moeten we niet willen met zalen. Dan ga ik alsnog dood. En dat levert mij niks op. Hier wil ik steen hebben. Als dat even kan, dan heb ik wel steen voor nodig. Dus laten we eens eventjes steen uit die muur gaan rauzen. Ik zie hier een hele mooie steen. Dus die gaan we eens eventjes meenemen. Ik denk elke keer dat dit hier een grot is. Maar dat is gewoon helemaal niet. Het is gewoon een andere rare lightning bug. Come on, Mojang. Fix your shit. Je laat me elke keer denken dat ik hier in de grot zit. En dat is het helemaal niet. Zo, kijk, dan gaan we dit weghalen. Hop, 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 hop. Hoppen de flop. Hoppen de floppen de hoppen de hop. Dan gooien we dit in de oven. Zometeen met de kool die we net gevonden hebben. En dan kunnen we verder gaan met ons voetpaadje. Dat is ook wel leuk. Dan hebben we in ieder geval het pad af. Dat als de mensen weer bij mijn huis komen, dat ze zeggen van, hé, hey, dat is een mooi pad. En dan kan ik zeggen, ja, heb ik helemaal zelf gebouwd. Zonder hulp van jullie. Want ik wil binnenkort eigenlijk wel weer met andere mensen gaan opnemen, hè, Community Craft. Ik heb natuurlijk nu 3 afleveringen samen in mijn eentje gedaan. Maar er kwam gewoon dat er verder niemand anders was op dat moment om op te nemen. Ik neem namelijk altijd vrij laat op. En op dit moment is het niet laat, maar is er gewoon verder niemand. Is er nog steeds niemand? Nope. Normaal gesproken zit het al hartstikke vol hier. Misschien moet ik een keer in het Community Craft gesprek vragen of iemand mee wil doen. En niet ervan uitgaan dat ze dat doen. Misschien moet ik het gewoon eens een keertje netjes vragen aan iemand. Dat ze er dan tijd voor maken. Dat zou ook nog kunnen. Hoppakee. Want ik heb degene met wie ik nu heb opgenomen, dat was natuurlijk hartstikke tof. Alleen die waren er toevallig. Daar heb ik niks over afgesproken. Dus misschien moet ik gewoon eens een keertje bellen en zeggen van, hey, dus David, check die shit, om, 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 om. Oh god, oh god, oh god, oh god. Oh hi, kijk wat hij zegt, kijk wat hij zegt, kijk wat hij doet, kijk wat hij doet. Het is dus David, handtekening, handtekening, handtekening. David, mag ik je handtekening? Please, ah, please, 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 please. Zou leuk zijn als ik zijn handtekening mag. Please, please, please. Mag ik handtekening? Handtekening? Ja, David, ah, please. Ja. Ja. Geen antwoord. Arrogante man. Potverdorie, zeg ik. Oh, dat je echt zoveel lol met jezelf kan hebben. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar. Hij reageert gewoon ook echt niet. Wat een eikel. Wat een eikel, die David. Echt bizar. Nou, dan gaan we dit in ieder geval even in de oven mikken. Dan hebben we zometeen een voetpad dat er dan uitkomt. En dan gooien we dat voetpad in de grond. Lijkt me slim. Dan kunnen we dat afmaken. Zonder mij een handtekening te geven. Hè? Ik vind dat gewoon echt niet kunnen. Ik vind dat echt niet kunnen. Tweet even naar Edus David of je zijn handtekening mag. Want ik vind dit gewoon echt niet kunnen. Ik wil zijn handtekening. Potverdorie zeg. Onbeleefd. Dat kan toch niet zomaar. Dat is toch... Oh, kijk nou eens. Steen. Gratis steen. Hey, dat is tof. Dat is nice. Dit erin. Hoppakee, er moet deze er ook bij. Zo, oké. 64 hebben we al. Kijk, dat schiet lekker op. Dan gaan we gewoon hier stenen van maken. Bam. Hopsikido. Oké. En dan 1, 2. Kijk, dit moet namelijk helemaal vol met steen komen te liggen. Aangezien dit mijn pad wordt. En ik wilde dat pad dwars door die berg heen laten lopen. Ik weet alleen niet of dat heel efficiënt gaat worden, maar het ziet er wel tof uit. Dat is ook belangrijk. Kijk, het hoeft niet altijd nuttig te zijn, weet je. Het mag ook best wel eens een keertje gewoon mooi eruit zien. Nou, en dat is wat ik nu wil. Ik wil dat het er vandaag mooi uitziet. Ik heb er nog 28, dus dan kan ik nog 14 doen. Dit is 3, dan 11, dus ik kom ongeveer tot die rand daar.
En er komt er natuurlijk zometeen nog extra steen aan. Wat ik daar ook voor kan gebruiken. Dus dat doen we gewoon zo. Boem, 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 boem. 1, 2, 3, 4, 5. En hoeveel hebben we er nog? 13. Oké, dus dan kunnen we dit afmaken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, dan kunnen we dit mooi afmaken, dit stukje. Dat is goed. Dus kijk eens eventjes. Schitterend, schitterend, Nostradamus. Niet elke keer als je schitterend hebt gezegd, hoef je daarna de Nostradamus te roepen. Luister, dat is gewoon echt niet nodig. Hup, bloemetjes even moven. Ik vind jullie prachtige bloemetjes, maar nu even niet. Zo. Okay, het moet natuurlijk ook wel een beetje netjes... Nee! Het moet natuurlijk wel een beetje netjes eruit zien, hè. Oh. Bloemetje er onderweg. Zo, zo. Kijk, het moet een beetje natuurlijk ogen. Nou, dat doet het op deze manier wel volgens mij. Zo, hoppakee. Prachtig, schitterend, niks meer aan doen. Nu nog lampjes. Anders wordt het gevaarlijk. Ik ken mezelf een beetje. Er komen hier ongetwijfeld creepers. Ik ken mijn eiland een beetje. Dus dan doen we zo. En dan doen we hier, bam, een lampje bovenop. En hier op het hoekje ook. Precies hetzelfde. Gewoon cobblestone. Pop. Oké, got it. Nice. Dan is dit... In ieder geval een stuk pad. Dus ik kan dit nog even dichtmaken. Hé, hey, kijk nou eens. Wat vind ik hier? Een doodlopende god. Jammer. Ik dacht dat dat zo mooi kunnen zijn. Hè? Dat gewoon echt een complete god kunnen wezen. Maar dat blijkt het toch niet. Zo. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppakee. Dank u. Dit moet ook eigenlijk even moven. Ziet er ook niet uit. Zo'n overhangende lap dirt. Ik wou eigenlijk zeggen overhangende lap stront, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dus dat moet ik niet doen. Ik moet wel eventjes sens blijven maken, dat is belangrijk. Mijn zinnen moeten wel logisch zijn. Niet dat ze dat altijd zijn inhoudelijk, maar op zich snappen jullie meestal wel wat ik bedoel, toch? Dat snappen jullie meestal wel. Hoppakee. Het is echt alweer zo lang geleden dat ik de laatste aflevering voor Community Craft gemaakt heb, jongens. Volgens mij was het WK nog niet eens begonnen. De laatste aflevering van Community Craft was volgens mij... Even kijken hoor. 7 juni? Misschien iets eerder zelfs nog. 7 juni. Het WK was in ieder geval nog niet begonnen. En tegen de tijd dat ik dit opneem is natuurlijk gewoon alweer de dag voor de tweede wedstrijd van Nederland. Nederland gaat morgen, als het goed is, tegen Australië, geloof ik. Op woensdag. Tegen Australië. Ik zeg ervoor... Tegen Australië... 3-1 voor Nederland. Ik was eigenlijk een beetje negatief over het Nederlands elftal voorafgaand aan het WK. Maar nu ze met 5-1 over Portugal of over tegen wie? Spanje. Over Spanje heen zijn gevalst, heb ik wel zoiets van, nou weet je, dat zit er best wel in. Maar ik denk wel dat ze een klein beetje zoiets hebben van, we gaan wat relaxer doen. We gaan niet meer full erop, we gaan rustig aan doen. Dus ik zeg 3-1 voor het Nederlands elftal. En een hele lading gele kaarten, denk ik. Ik weet niet waarom, ik heb echt zo'n idee. Al is Australië natuurlijk wel een vrij relaxed land om tegen te spelen. Ik heb meer tegen Australië voetballen dan tegen Portugal. Portugal geeft je namelijk alleen maar headbutts. Dus ik zeg 3-1. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jouw voorspelling is voor morgen voor het Nederlands elftal. Gaan zij winnen, ja of nee? Zo ja, met welke score? Oftewel, wat is de uitslag? Gooi het er eventjes in de reacties neer, jongens. Dan kan ik eens eventjes kijken of dat ik een beetje gelijk heb met mijn 3-1. Of dat mensen zeggen van, hé, je hebt er helemaal geen verstand van. Wat ik natuurlijk ook technisch gezien helemaal niet heb. Ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Maar ik kan wel een voorspelling doen. En dat kunnen jullie ook. Dus jullie dat eventjes voor mij willen doen, ben ik heel erg benieuwd. We gaan kijken wie er gelijk heeft morgen. Misschien dat het wel helemaal niemand is. Misschien dat het wel 36-15 wordt. Zou natuurlijk ook kunnen. En voor nu zeg ik tegen jullie dan bedankt voor het kijken. Ik ga nog eventjes mijn Nederlandse tulpjes water geven. Dan brengt dat misschien geluk voor morgen. En ik zie jullie morgen natuurlijk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Community Craft. Hier op Vaco Games. Mazzel!